Een hele goede middag, dames en heren. De Vlooibergtoren. En dan zitten we natuurlijk in het Hageland. Welkom bij PIX, welkom bij ROB TV voor deze Kraaiwinkelhof omloop van het Hageland 2024. Het tweede luik van het Belgische openingsweekend in het vrouwenwielrennen. Dit zijn de weersomstandigheden. Een achttal graden, maar die wind bij momenten en vooral die regen, die maakt het toch wel wat lastiger. Hier en daar een bui. Al gezien op het parcours. Het is wisselvallig in het Hageland vandaag. Dus de rensters krijgen wel wat voor de wielen en over zich heen. Dit is een wedstrijd die traditioneel eigenlijk gereden wordt in het begin van het jaar. En hier zien we de erelijst. Vorig jaar was Lorena Wiebes hier de primus, net als in 2020. Het jaar voordien Marta Bastianelli. En ook in 2022 was de Italiaanse de snelste in Tielt-Wingen. En het is wel een mooie erelijst eigenlijk van die omloop van het Hageland de voorbije 10 jaar. We gaan kijken naar hoe het in de absolute finale van vorig jaar verliep. Op weg naar de finish in Tielt-Wingen. We kregen een aanval van Floortje Mackay van Movistar. En dan gingen er een aantal in de reactie. U ziet daar ook Lorena Wiebes in haar toen nog Europese kampioenentrui klaarzitten. Maar Mackay die kon er alleen van doorgaan. En die hield die inspanning wel heel lang vol. Het was een mooie solo van de Nederlandse in dienst van Movistar. Ze werd dan toch bijgehaald door de ploeg van SD Works, door de ploeg van Lorena Wiebes. En dus gingen we sprinten met een beperkte groep hier op de Rillaarseweg. En Bastianelli die kwam nog aandringen, maar er stond weer helemaal geen maat op Lorena Wiebes. En de Franse kampioene, toenmalige Franse kampioene Cordon Rago, die mocht mee op het podium als derde. De start die werd gegeven vanmiddag om 13 uur in Aarschot, ter hoogte van Café De Knoet. En de supporter van de Franse rensters die is er ook altijd bij. Michael heet die man. Dit is de voorstelling van Movistar. Floortje Mackay die straalt samen met Emma Norsgaard. De ploeg van DSM, Firmenich PostNL, in het de gaten houden straks. Want zij hebben Charlotte Kool bij en Pfeiffer Georgie. De Britse kampioene Charlotte Kool, de snelle Nederlandse. Natuurlijk SD Works Pro Time, de ploeg om in de gaten te houden met Lorena Wiebes. Maar eerst de voorstelling van de Lotto Destiny Ladies met onder andere Audrey de Keersmaker daar rechts. En hier zien we de titelverdedigster links in beeld, Lorena Wiebes. Met ook de Europese kampioene Misha Bredewold in de rangen van SD Works Pro Time. En centraal in beeld zag u ook nog Majerus. Daar hebben we Balsamo, de voormalige Italiaanse wereldkampioene bij Lidl Trek. Samen met Lizzie Dijknen en Eleanor Backstedt werd zij voorgesteld op het podium. Ook IF is erbij met Corinne Lebecky, voormalig winnares van de Ronde van Vlaanderen. En de winnares van Parijs-Roubaix van vorig jaar. U ziet ze daar, de Canadese kampioene. Allison Jackson, zo moet ik het zeggen. Links stond ze daar ook in beeld op de eerste rij voor de start in Aarschot. In het centrum van Aarschot zijn ze omstreeks 13 uur van start gegaan voor een rit van net geen 130 kilometer door het Hageland. Eerst in lijn naar Tielt-Wingen en dan twee grote ronden en twee lokale ronden om dan uiteindelijk te finishen in Tielt-Wingen. Maar dus eerst nog even de geneutraliseerde start. Een kleine 4 kilometer. En dan lichte regen bij het start zijn. Lizzie Dijknen zien we daar ook al op de eerste rijen. En al vroeg in die aanvangsfase kregen we een aanval van twee rensters. Het was een Nederlandse die de aanzet gaf. De Nederlandse Meis Poland van Volker Wessels. En de Slovaakse kampioene Nora Jenkusova die ging mee. En die Slovaakse kampioene die zal het een hele tijd uitzingen. Hier zien we haar op de eerste positie. En zij rijdt haar Nederlandse kompane er gladjes af. En ze gaat alleen door. Ze is nog maar
21, Nora Jenkusova. Maar wel Slovaaks kampioene op de weg en in het tijdrijden. Poland die werd dan ingehaald. We kregen wat tegenprikjes op de Houwaartse berg. Werd er aan de boom geschud in het peloton. Een afscheiding van een groepje met onder andere Mischa Breedewold. Maar zij werden weer gegrepen door de rest van de grote groep. En de voorsprong voor deze Jenkusova die bleef groeien. Op een bepaald moment meer dan 2 minuten. En dan weer een tegenaanval. Kristen Faulkner, die tegenwoordig voor IF rijdt, die is in de tegenaanval gegaan. En deze vrouw die wuift even naar het thuisfront, naar Slowakije, om te zeggen: ik ben hier nog wel graag in dit Hageland. Dit is het parcours. We zijn dus vertrokken aan het wielercafé De Knoet in het centrum in Aarschot. Dan via Holsbeek en Sint-Joris-Wingen. Een eerste passage in Tielt-Wingen voor dan de 2 keer grote ronde. En straks bij de 3e passage gaat het nog eens 2 kleinere ronden zijn van elk iets meer dan 15 kilometer. Dus de volle finale op die plaatselijke ronde. We hebben ook iemand in de koers vandaag op de motor. En dat is Pieter van Wallegem. En als het goed is, dan kunnen we ook naar Pieter rechtstreeks in de koers op dit moment voor een update van de situatie. We hangen achter het peloton en het peloton is echt een accordeon vandaag. Dat merken we op elke beklimming. De Houwaarts berg bijvoorbeeld, of de Grotendries. Elke keer als er een beetje moet geklommen worden, dan breekt dat peloton in stukken en brokken en is het elke keer harken achterin om daar terug bij te komen. Op dit moment een compact peloton, maar we weten sowieso, als er straks weer een beetje geklommen wordt, als er een beetje hoogtemeters zijn, dan is dat weer een accordeon van je wils en dan is het echt alle zeilen bijzetten voor heel wat rensters om er opnieuw bij te raken in dat peloton. Dus de koers wordt uiteraard voor een groot deel voorin gereden, waar de twee leidsters nu samen zijn, maar ook vooral achterin. Dat peloton gaat steeds kleiner en kleiner worden. En als we gaan sprinten in Tielt-Wingen, wat we toch wel verwachten, dan zal dat met een klein peloton zijn, ongetwijfeld. Dankjewel, Pieter. En dit is dus de nieuwe situatie. Kristen Faulkner die is bij de leidster Jenkusova gekomen. En dus met z'n tweeën op pad met nog 56 kilometer te rijden. Dus de echte finale die moet nog gaan beginnen. Maar in elk geval hebben we al fraaie dingen gezien in deze omloop van het Hageland. Dit is nog eens het moment waarop de Amerikaanse Kristen Faulkner bij de Slovaakse kampioene komt. En dat is Nora Jenkusova. Ellen van Looy, een hele goede middag, Ellen. Wij hebben hier daar straks ook al zitten kijken naar het eerste deel van de koers. En die Nora Jenkusova, die Slovaakse kampioene, die heeft dat eigenlijk al wel fantastisch gedaan, hè, die inspanning. Zeker. Het is knap om te zien dat zij toch gewoon haar volle pomp blijft geven. Ze kijkt niet achteruit. Ze zal wel info krijgen via de communicatie. Maar ze maakt een hele grote gok en ze waagt het gewoon en ze zal wel zien waar het strand, maar de voorsprong blijft eigenlijk toch nog altijd wel net onder die 2 minuten. Maar ja, die slinkt toch niet zo gek hard, moet ik zeggen. Nee, en de ploeg van IF, met Faulkner hebben ze iemand voorin. En hier, vooraan, achteraan wil ik zeggen, aan het peloton, proberen ze ook het tempo wat te bepalen. Hè. Links zien we Lebecki en Jackson en centraal ook 2 rensters van die ploeg. Om de voorgift toch hetzelfde te houden, op zijn minst. Ja, klopt. Zeker op die brede banen lijkt me dat iets makkelijker. Als het dadelijk weer smal en op en af gaat, ja, dan gaat het sowieso tempo ook vooraan de hoogte ingaan om net op een goede positie die smalle wegen in te draaien. Dus nu is het voor die teams van uiterste belang om met neus aan de venster te rijden en dan nog die luttele seconden misschien hen nog extra te geven. Het gaat sowieso nog losbarsten straks. Het is misschien nog iets te vroeg om het nu al te doen, maar er gaat zeker nog wel oorlog komen. Kusova, zoals gezegd, een jonge renster, 21 pas. Faulkner, die is al wel langer aan het koersen. Die heeft dit jaar IF ingeruild voor Jayco Alula. Omgekeerd is het natuurlijk. Jayco Alula
ingeruild voor IF. En nu laat ze Jenkusova achter. Het gaat iets te hard voor de Slovaakse kampioenen. 10 jaar verschil zit er tussen deze twee rensters. En de meer ervaren renster die gaat er vandoor op dit moment. Kristen Faulkner. Het is ook op de Hallwaard traditioneel, waar ze het net over hadden op de motto. Ja, daar zullen ze dan het peloton weer een heel langgerekt lint gaan zien bovenkomen. Dus het percentage is tot 14%, dacht ik, slechts 100 of 150 meter. Maar geloof me, het harkt er toch wel best in als je dit nu nog zo net over de helft van de finale of van de koers voor de voeten krijgt te schoven. Ja, die Houwaardse berg die zit er dit jaar in de omloop van het Hageland, omdat er een omleiding is in Molenbeek-Versbeek, waardoor de kasseien van de Kerkstraat niet bereikbaar zijn voor deze koers. En dus hebben ze gekozen voor een uitstap naar de Houwaardse berg. Lizzie Daignen intussen aan de kop van het peloton met Floortje Makkay in haar wiel. Het zijn de meer en meer grote namen die zich komen roeren daarvoor aan het peloton. Ja, klopt. Nu is alle hens aan dek. Zij zien de helling al van ver. Zien ze de helling liggen. Net het laatste kleine chicane zien ze niet. Maar ja, ze weten wat er gaat komen. Dus is alle hens aan dek. Veel drang naar voren daar. Op het eerste deel van de Houwaardse berg. Makkay. Met de versnelling. Daignen in de reactie. En dan krijgen we ook Schweinberger voor Phoenix de Koning. En Pfeiffer Georgi. Ook zij erbij van DSM Firmenich PostNL. En waar zitten die van SD Works? Ah, daar is Bredewold. Allemaal lopend op de trappers. Ja, het is nu die laatste 30 seconden nog overleven om mee te zijn. Iedereen zal tweede adem moeten gaan zoeken. Lijkt me boven, maar ze zijn toch allemaal mooi mee. Het is nog niet de grote afscheiding vooraan, maar uiteraard. En wellicht zal de deur langs achter hier ook wel openstaan. Balsamo, voormalig wereldkampioene, daar in tweede positie. Bredewold ook op komst. De volgende zone die ze nu aangaan is eigenlijk een glooiend, golvend parcours, dus eigenlijk best op hoge snelheid te blijven nemen. Wat flauwe bochten en mooie stukken om te rijden hier. Dus het lijkt me dat het tempo wel hoog kan gehouden worden. En zal het moeilijk zijn om degenen die nu bijna misschien boven aankomen op de Houwaardse berg, om die accordeon nog helemaal terug ineengeplooid te zien. Nog iets meer dan 20 kilometer, Ellen, op die grote ronde, zoals dat heet. Jij hebt gisteren de gelegenheid te baat genomen om die grote ronde eens te verkennen. En ook de kleinere, ja, plaatselijke, klopt, ronde. Wat is jou daaraan opgevallen? Het veld typeerde is dat de grote ronde eigenlijk best wel, wat we ook al zagen op de beelden, heel vaak draaien, keren, smalle stroken, vuile stroken. Dus ook de regen en de modderstromen van de laatste weken zullen er zeker heel goed aan gedaan hebben. Afgewisseld met soms wel wat brede banen, goed lopende stukken. Maar ja, dan is het alle hens aan denk om terug die positie in te nemen vooraan. Om dan de volgende, en eigenlijk al bijna weer oorlog te voeren naar de volgende smalle strook. Dat is een beetje typisch aan de twee grote rondes. De kleine ronde, daar zit nog een lastige lange beklimming in. Met een steile start en dan toch wel een lange uitloper. We zien hier Puk in de aanval. Ja, maar dat is eigenlijk de laatste 15, de kleine ronde is rond 15 kilometer, denk ik. Met wel wat bredere banen, maar dan die lange beklimming. En dan ook wel weer wat smallere stukken en dan richting de finish. Puk Pietersen met Lizzie Daignen. Pietersen gisteren ook een goede omloop in het Nieuwsblad gereden. Majerus sluit aan voor SD Works Pro Time. En er is nog volk bij met Pfeiffer Georgi. En ik dacht daar ook Consoni te zien, de snelle vrouw van UAE. Het is duidelijk dat zij wel de samenwerking hebben gevonden. Ze nemen kleine kopbeurten voor hun rekening. En ze proberen toch in de dalende lijn het tempo toch
ja, toch best hoog te houden, lijkt me. Jackson, Canadese kampioene, goed herkenbaar. Zoals gezegd, winnares van Parijs-Roubaix vorig jaar. Achteraan het peloton zitten we bij de vrouw van Lotto Destiny Ladies, dat is Julie Hendricks met 151. En het is dan harken om bij die groep aan te sluiten. Ja, er zijn er groepjes die dan misschien zullen samensmelten tot een grote groep, om dan zo misschien nog wel inspanning kunnen maken om terug vooraan aan te sluiten. Of het lijkt me dat ook vooraan nu het tempo iets minder ligt. Dus, maar achteraan alle hens aan dek om nu ja, die inspanning langer vol te houden, want dat gaat moet uiteraard nog wel terug dichtgereden worden. En over inspanning gesproken, die Kristen Faulkner, die kan dit geweldig lang volhouden. Hè? Die heeft ze in het verleden ook al bewezen. Ja, het leek me dat ze de overstap naar de kopvrouw eigenlijk een moment tijd kon doen, om dan haar ook vrij snel achter te laten op een beklimming. Oké, zij reed al veel langer in de koppositie. Dan deze Kirsten Faulkner, maar het is toch moedig om ook verder alleen in de aanval te gaan. Ook gisteren gekoerst, deze Kirsten Faulkner werd 33ste in het nieuwsblad. En is ook Pan-Amerikaanse kampioene in het tijdrijden geworden vorig jaar. Tegenreacties vanuit het peloton, of toch pogingen tot. Maar we gaan eerst nog eens naar onze man in de koers, naar Pieter van Walleghem. Hij zit in de buurt van de leidster. In het zog van Kristen Faulkner, inderdaad. En die gaat echt wel vooruit, hoor. Die houdt haar snelheid continu boven de 40 per uur. Af en toe zelf flirt het met de 50. Totaal andere stijl dan de leidster van daarnet. Het is veel aerodynamischer, ze gaat echt wel vooruit. En wat ik ook nog wilde vertellen is dat in de beklimmingen op die smallere baantjes, grote Dries boven of ook bijvoorbeeld de Houwaardse Berg, dat toch wel bij momenten ook wel vettig ligt. Er liggen wat plassen, maar er ligt ook wel wat modder op de baan die weggereden is van de kanten. Dus het is elke keer zowel omhoog als omlaag toch opletten voor die vettigheid die dan aan de banden blijft kleven. En dan is het altijd toch wel gevaarlijk om die afdaling in te gaan. Dankjewel, Pieter. En intussen Mischa Breedewold, die het tempo bepaalt in het peloton. Ja, SD Works Pro Time met Lorena Wiebes. Ellen, ja, dan heb je de topfavorieten aan boord, de titelverdedigster. Dan moet en zal het tot een sprint van een beperkte groep komen. En daarin kan Wiebes het negenkans op de 10 afmaken. Ja, klopt. Als je met dat eindschot in de benen al bijna zeker zet, of bent van winst, als je de koers verloopt natuurlijk ideaal is voor jouw ploeg, dan... Ja, dan is dat mooi om nu al te weten, maar het moet nog gereden worden. Maar ze zijn toch wel stevig bezig om de koers in handen te nemen. Of toch mee samen met andere ploegen de koers in handen te nemen. Ja, en nu valt het weer wat stil. En dan kregen we rechts daarvoor FDG weer een versnelling. Met de reactie van Consonni, denk ik. Ook Schweinberger op dat wiel van de Italiaanse. Zullen telkens dezelfde ploegen zijn die misschien in de aanval vertrekken en dan de andere die van elk team moet er wel minstens eentje mee zijn. Dat is zo wel typisch de koerstactiek. Dus het zal slag om slinger demareren zijn en dan terug vooraan post vatten in het peloton en dan maar wachten totdat jouw beurt weer is om er mee achteraan te gaan. Met ook Puk Pietersen. Ja, die heeft er nog wel terug zin in. Of toch zeker zin in. Gisteren nog wel gereden, dus zal het toch nog wel voelen, vrees ik. Er zijn er wel een aantal die gisteren ook het nieuwsblad hebben gereden in dit peloton. Waaronder Lorena Wiebes, want eigenlijk ze stond aanvankelijk op de startlijst van deze omloop van het Hageland. Dan een tijdje niet en dan plots was ze daar weer. En we zijn maar wat blij natuurlijk dat de tweevoudige winnares Lorena Wiebes vanmiddag aan de start stond in Aarschot.
Lorena Wiebes, jij kent het parcours hier goed. Je bent ook een van de absolute topfavorieten vandaag, hè? Ja, ja, de finish is iets anders dan vorig jaar of de aanloop ernaartoe. Maar die jaren daarvoor weet ik nog heel goed, ja. Gisteren eindigde je ook als 9e in de omloop. Niet in een sprint? Nee, nee, deze keer helaas het moeten laten gaan op de muur. En daarna alleen naar de finish gereden. Net het peloton voorgebleven. Dus ja, ik hoop dat het goed zit met de benen. We zien jou vlot klimmen. Betekent dat dat de sprintsnelheid misschien een beetje afbot daardoor? Nou, dat niet per se, want in de UAE-tour ging dat wel gewoon goed. En ik verwacht vandaag ook weer een zware wedstrijd. En dat is meestal wel in mijn voordeel. Ja, jouw rekening is al geopend, hè? Dat moet vertrouwen geven voor vandaag. Ja, dat geeft eigenlijk altijd vertrouwen. Eigenlijk stond ik niet op mijn planning om hier te rijden. Maar doordat Marlen Reuser ziek werd, mocht ik rijden. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Waar wil je zitten in de laatste kilometer? Ja, ik weet dat de laatste kilometer is vrij chaotisch. Het maakt mij niet zoveel uit waar ik zit als ik maar de ruimte heb om te sprinten. Oké, okay, heel goed. Dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Lorena Wiebes, die dus toegevoegd is aan SD Works Pro Time nadat Marlen Reuser met een virus verstek moest laten gaan voor het openingsweekend. De Zwitserse kampioenen er dus niet bij in de openingskoersen van het Vlaamse voorjaar. En Wiebes neemt haar plaats in vandaag. En tijdens het interview met Lorena Wiebes zagen we ook een valpartij waarbij onder andere Anna van der Aarde betrokken was van Phoenix de Koning. Gelukkig kon iedereen zijn weg verder zetten. Dat is voor anderen iets minder gebleken eerder op de dag. Want onder andere Catharina Fox, die werd slachtoffer van valpartij en die moest de wedstrijd verlaten. Maar dat was in de aanvangsfase nog. En hier zien we het nog eens, de crash waarbij Anna van der Aarde betrokken was. Ja. En ook Gladys Verhulst, de Française van FDJ, moest daar diep in de remmen. Peloton en de leidster net in één beeld te vangen. Nog altijd een goede cadans bij Kristen Faulkner. Ja, en toch ook best wel lastige stukken daar. Het zijn geen snelle stukken, maar het gaat toch. Het klimt wel. Je ziet het in de verte ook dat het al wel stevig een eindje bezig is. Dus ook zij zal misschien gewoon een goede cadans, zoals je zegt. En misschien een beetje op het wattage naar boven moeten rijden om toch niet te fel over haar toeren te gaan. Zo helemaal alleen in de open wereld daarboven. Dan kan de wind ook nog wel in het nadeel spelen. Of toch rekening. Het kan toch wel maken dat het lastiger wordt. En hier weer even windstilte. Ja, maar toch ook nog een jasje overboord. Dus ze zullen stilaan opgewarmd zijn voor de finale. Maarten Truijen. Gisteren niet uitgereden in het nieuwsblad. Maar vandaag toch maar aan de start. Daar zien we ook Audrey de Keersmaker. Phoenix de Koning gegroepeerd vooraan het peloton. En ook Lidl Trek, die dames hebben elkaar opgezocht met Eleanor Backstedt daar op de derde rij. Probleem voor iemand van Saint-Michel. Maar dat is een achtervolgende groep. Die zijn ook een beetje gegroepeerd geraakt, denk ik. Na de Houwaard al enkele kilometers vooraf natuurlijk, maar... Corinne Lepecky die daarbij zit, bij die achtervolgende groep. Ook twee rensters van AG Insurance. Next G zien we daar. Met de Zwitserse Noël Rechi. En ze maken terug aansluiting bij het peloton. Pietersen sluit aan bij de rest van Phoenix de Koning. Ja, die overgang van de cross naar de weg heeft Pietersen weer moeiteloos verteerd. Helen, zoveel is duidelijk dit weekend. Ja, klopt. Ik denk dat we met
Met Puk wil je een renster hebben die op alle vlakken thuis hoort of kan horen. En ze heeft uiteraard ook wel haar rustperiode genomen. Of laten we zeggen dan misschien al wel terug de lange duurtraining of een extra stage ingepland. Dus echt veel rust zal er voor die meiden niet in zitten. Maar ja, ik denk dat we wel van een uitzonderlijke getalenteerde renster spreken ook. Ja. Pietersen, die ook weer de Strade gaat rijden, net als vorig jaar. En vanaf 2025 wil ze waarschijnlijk nog meer naar de weg de focus leggen. Crossen en mountainbiken, dat doet ze al op het hoogste niveau. Weer rensters tegen de grond. En een valpartij voor iemand van AG Insurance Next G. En dat ziet er niet zo heel goed uit. Hier gaan we het nog eens te zien krijgen. Is dat iemand van UAE die daar ook stilstaat? Lijkt me wel. Hachelijke situaties, ook achteraan het peloton. En ja, je ziet het ook op bepaalde punten dat het wegdek ook wel een factor kan zijn. Niet alleen de breedte van de wegen in het Hageland. Nee, klopt, dat viel me gisteren ook wel op dat sommige stukken echt kapot gereden zijn. Kapot door de vriesweer, denk ik, dan eerder... jaren misschien al wel. Het lijkt me niet dat het hele drukke banen zijn, maar ja, heel veel brokken en stenen en op kanten en ja, maakt het zeker wat nerveuzer in het peloton, lijkt me. Terwijl Faulkner nog altijd 1.45 heeft op 46 kilometer van de streep in Tiel-Twingen. Het was overigens Mirre Knave van AG Insurance Soudal Next G die daar bleef liggen na die valpartij. Bleek toch het zwaarste slachtoffer te zijn van die crash. Hier, daar heeft zij allemaal geen rekening mee te houden. Zij kan goed vooruitkijken, alle obstakels goed omzeilen. En 15 kilometer dus nog tot de volgende doortocht. En dan beginnen we aan de twee plaatselijke rondjes. Met daar straks ook de Roeselberg in. En we hebben onder andere vorig jaar gezien dat die als platform kan dienen voor een uitval. Dat was Makai die daar toen vertrok. En dit punt, dat moeten we zelfs ook goed in de gaten houden. Waar Faulkner net is opgedraaid, Ellen. Ja. Hoe het peloton daardoor gaat komen en vooral die weg daar naartoe, want nu is positionering heel belangrijk. Ja, klopt. En de vorige ronde liep het maar net mis. Net goed. Ja, iedereen draait te breed uit voor dat weggetje eigenlijk. En kwamen er toch best wel wat renners in problemen. En achteraan het peloton stonden ze eigenlijk stil nog voor dat ze de weg konden indraaien. Dus dadelijk gaan ze de versnelling inzetten om, ja, om in de voorste lederen gewoon het race af te kunnen draaien. Dat is zeer belangrijk wat dat er ook nog volgt dan nadien. De smallere banen draaien, keren op en af. Dus belangrijk om de positie goed te kunnen houden. Ja, hier draaien ze dus die brede weg op. En daar achteraan is er weer wat los. Ja, staan er weer twee meiden stil. Je ziet, je voelt gewoon dat de snelheid omhoog gaat. En we krijgen door dat Pieter van Walleghem meer weet over die valpartij van daarnet. Dus we gaan even naar Pieter live in de koers. Ja, we zaten net achter die valpartij. Drie rensters tegen de grond, twee van AG Insurance. En het voornaamste slachtoffer was inderdaad Mirre Knave, die echt het aan het uitschreven was van de pijn. Tranen op het gezicht, dat rechterbeen dat ook in een vreemde situatie op de grond lag. Dus dat zag er echt niet zo goed uit. De helm meteen ook afgezet. En dan weet je eigenlijk dat de opgave sowieso zal volgen. Maar wat ook gebeurde is dat de Volkswagen van AG Insurance, die wilde
papieren knaap een beetje beschermen. Dus die ging zich breed over de weg zetten. En die reed daar bijna een paar rensters aan. Een renster of 5-6 dat links wilde passeren. En bijna werd aangereden door die Volkswagen van AG Insurance. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar voor Mire Knave zit ongetwijfeld de koers erop. Dat zag er echt niet goed uit. Dan wensen we haar in elk geval een spoedig herstel. Bijna 2 minuten toch weer voor Faulkner. En het peloton intussen opgedraaid. Rechts probeert Makai op te schuiven. En dan kan ze net inschuiven. Maar het is niet van harte natuurlijk dat ze daar Makai tussen laten. Nee. Jackson nu naar de kop. Alison Jackson, de vrouw die na haar zege in Parijs-Roubaix meteen een dansje klaar had, staat ook op TikTok bekend als een dancing queen. En Puk Pietersen nog in gesprek met Schweinberger, dat is ook een goed teken natuurlijk. Het lijkt me nog wel een beetje grappig te zijn op wat ze zeggen, dus we hebben nog alle tijd om nog dingen te bespreken. We gaan luisteren naar een interview van vanmiddag. Van Alison Jackson bij Tineke van der Velde. Yesterday we didn't saw you in the final. What happened? Oh, it wasn't my day tomorrow. It wasn't my day yesterday. Yeah, team captain just trying to get our 3 leaders for the day into the final. So did my job well, but that, you know, we take different roles. Today another day. How hard will it to keep Lorena Wiebes from sprinting? Yeah, that, I mean, obviously they come with a strong team, of course, but yeah, it's a tricky course and it's a new year, so we'll see what we can do. What are the strengths of your team today? Yeah, I mean, we have a good lead out, a good sprinter ourselves that we back for a good finish in the final, but yeah, it's classic racing is dynamic, so if we can get ahead of the action or make the action ourselves, that's what we'll be looking to do. Who is allowed to go in the breakaway? Yeah, well, we have a few options, and hopefully I get to live up to my name, Ally Action Jackson. Perfect. We hope to see you. Thank you. Thanks. In elk geval, hun plan is in uitvoering, dat van IF. Ze hebben iemand alleen in de aanval op dit moment met bijna 2 minuten voorsprong. Kristen Faulkner. En Jackson die bepaalt daar mee het tempo bij de achtervolgende groep. Topfavoriet Lorena Wiebes zien we daar ook zitten. Goed verscholen achter Majerus. En is Puk Pietersen wat van plan? Zet zich toch recht waar de anderen ook automatisch dezelfde houding aannemen. En dan merk je toch, of dan voel je en dan weet je dat de snelheid naar boven gaat. Het lijkt me ook iets steiler te worden. Dus even dansen op de pedalen. Om dan positie goed te blijven houden. Weer op onthoud achteraan. Ja, moeilijk om te passeren. Ook daar die smalle banen. Recht in de velden. Misschien nog drassige stroken langs het pad. Met 134 is dat Franziska Koch van DSM Firmenich PostNL. En dan is het iedereen weer vertrekken en hopelijk snel een groepje of in een groepje verzeild geraken of de start van het peloton heel snel terug in het vizier krijgen. Ja, we zagen daar onder andere Jule Merkel van Canyon SRAM Generation proberen om terug aansluiting te maken. Canyon SRAM Generation, u merkt het dus, dat is de opleidingsploeg van Canyon SRAM hier aan de start. Ze hebben wel een aantal World Tour ploegen natuurlijk, met SD Works, met Phoenix de Koning, Lidl Trek, UAE ook. Tempo is er vooraan ook een beetje uit, dus dat maakt het dat de dames achteraan misschien wel toch de kans hebben om aansluiting te vinden. Ja, en dat deze Faulkner weer uitloopt. Laatste tijdsopname van de koersradio, 2 minuten 25 seconden. Klopt, ja. Sterk. Heel mooi om te zien. Zij heeft natuurlijk het enige wat zij in de gaten moet houden is haar data wellicht. Ze kan het tempo gewoon strak houden. Ze hoeft niet de versnellingen te doen die het peloton weldra ook zal gaan beginnen doen. Zij blijft haar cadans vinden en houden en waarschijnlijk hartslag en wattage.
in de gaten houden. Terwijl hier het aanslag om slingers al een demarrage zijn, waardoor de snelheid en het vermogen en de hartslag weer in piekvorm begint te gaan richting het finale van de wedstrijd. Dus om dan misschien dadelijk ook weer even alles breed over de weg te zien. Dus dat is een beetje het werk van het peloton natuurlijk. Een move van Lizzie Deignan en meteen Breidewold op dat wiel. Hebben we al vaker gezien vandaag dat Breidewold die functie heeft gekregen bij SD Works. Als er vrouwen met naam een impuls geven dat Breidewold op dat wiel moet zitten. 2.37 ja. Wordt daar gemeld voor Faulkner. En het lijkt me dat ze achteraan ook breder over de baan en het afstopwerk misschien even ja, een beetje grondiger gaan doen. Om misschien een groep los te laten geraken van het peloton. Opgedraaid richting Mainzel-Kiezeghem. En dat is Pfeiffer Georgie die op het wiel van Deignan probeert te komen. Met ook Puk Pietersen en Majerus. En daarachter zien we ook nog Jackson, ook iemand van UAE erbij. Ja, dat is meteen een kloofje. Hier zit misschien wel muziek in. Ja, als zij elkaar goed gaan vinden in de samenwerking, dan zou het een mooie ontsnapping kunnen worden. Heel wat grote ploegen vertegenwoordigd ook in die groep. En daar een probleem voor iemand van SD Works, denk ik. Het lijkt me op een heel klein verzetje te rijden. Dus versnellingsapparaat. Ja. Zo lijkt het wel. Niet evident om die cadans te houden in zo'n hoge snelheid. Dus, het is Cecchini, Elena Cecchini, die een probleem heeft met het versnellingsapparaat. Georgie, Breidewold, Deignan. Dat zijn de eerste drie van de achtervolgende groep. We zijn met z'n achten in de tegenaanval. Cecchini probeert het dan zelf te verhelpen. Hier lijkt het me dat ze wel een goede samenwerking van plan zijn om te doen. Lijkt me een mooie kans om te grijpen. Als dat klopt, die tijdsopname daarboven, dan is ze nog uitgelopen, hè? Kristen Faulkner. Ja. Ja. Tien kilometer voor deze Amerikaanse tot de doortocht in Tieltwingen. Acht rensters dus in de tegenaanval. Waaronder Puk Pietersen. De vrouw van Phoenix de Koning. En we gaan eens luisteren naar haar interview van daar straks aan de start in Aarschot. Puk Pietersen, of moet ik zeggen Queen of the Rat. Heb jij ooit een betere vorm gehad dan vandaag? Ja, ik heb wel echt een super voorbereiding gehad inderdaad. Dus ik hoop dat ik de lijn de komende maand een beetje door kan trekken. Gisteren was je ook meteen achtste in jouw allereerste Omloop het Nieuwsblad. Klopt, ja. Ja, het was weer een nieuwe ervaring. Ik had nog helemaal geen een van de bergjes gereden in België daar. Dus dat was wel wat nieuws. Maar echt wel een hele, hele vette ervaring. Geen zware benen van gisteren? Dat denk ik wel. Ik ga zo nog even goed los fietsen, denk ik. Wat verwacht je vandaag? We hebben Lorena Wiebes aan de start. Ik denk dat iedereen een beetje naar haar kijkt. Wat verwachten jullie? Ja, het wordt een beetje kijken. Ik denk dat alle teams, los van DSM en... En SD Works eigenlijk geen sprint willen. Dus misschien dat we wat kunnen doen om dat te voorkomen. Dan denk ik, dan is het aan jullie ook om de koers hard te maken. Ja, ik denk het wel. Zeker. Wat zijn de punten in het parcours die zich daar uitstekend toe lenen? Er zijn wel wat smalle wegen eigenlijk. Zeker de laatste paar 10 kilometer eigenlijk voor de finish. En daar gaat het ook nog best wel op en af. Dus misschien dat het een mooi punt is.
Proberen jullie de koers al wat vroeger open te breken vandaag? Dat weet ik nog niet. Of dat mag je niet zeggen. We gaan het zien. Heel veel succes, dankjewel. Hey, thanks. Puk Pietersen. Die dus de daad bij het woord voegt en ermee voor zorgt dat deze koers hard gemaakt wordt om SD Works, met name Lorena Wiebes, het sprinten te beletten. En Tineke verwees in het begin van het interview naar de kom die Puk Pieters heeft gepakt op de Col de Rat in Spanje, in de buurt van Calpe, die bekende trainingshelling. Vorige week zetten ze daar de beste tijd bij de vrouwen neer, deze Puk Pietersen. En het zegt niet altijd iets, zo'n record, Ellen, maar toch ook wel heel veel. Hè? Ja. Op die dag in ieder geval wel, of dat ze de conditie kan doortrekken. Liefst voor een heel seizoen, want ja, ze is op alle markten thuis. Hè. Ze scoort graag in het veld. Mountainbike zal ze ook nog wel met stip aanzetten nu, om dan nu al direct het hoogste niveau op de weg wedstrijden aan te vatten. Dus dat is een klein beetje ja, van alles nog proberen en voelen waar dat ze misschien de volgende jaren meer de richting in wil uitgaan. Achteraan de achtervolgende groep, de grote groep is dit. Sorry, dit is het peloton met Lebecki daar, nummer 25 van IF. En Cecchini die haar plaats toch terug heeft kunnen innemen. Dat is op een halve minuut van de achtervolgers. En die hebben nog altijd 2,5 minuut achterstand op de eenzame leidster Kristen Faulkner. IF in control op dit moment met Faulkner vooruit. En ook Jackson in die achtervolgende groep. Onverstoorbaar, de Amerikaanse. In tijdrijderstijl. Ik krijg informatie door dat Lebecki en Cecchini nog in een groep achter het peloton zitten. Dus dat is op meer dan 3 minuten van de kop van de koers. En Deignan in communicatie met de ploegleiding. Puk probeert de andere dames te motiveren om toch, mee werk te leveren. En ze krijgt het ook weer voor elkaar, want ze netjes allemaal achter haar aansluiten. Dan gaat het tempo toch de hoogte in. Jackson achteraan in het gezelschap van Bredewold. Bredewold en Majerus, de twee vertegenwoordigsters van SD Works, de grote blokken vertegenwoordigd in deze groep. Aanmoedigingen, dat is mooi. Leuk dat mensen buiten komen om de koers voor hun deuren aan te moedigen, de vrouwenkoers. We kronkelen onze weg richting Tieltwingen. Ja, dadelijk komen we op een punt waar dat straks een kleine ronde langs voor ons nu de linkerkant bij inkomt. Daar komen we dan straks op af en dan duiken we zo eigenlijk de laatste 2 kilometer of 2,5 kilometer in met toch nog wel een best een smalle. Smalle passage aan een kapel op slechts 2 kilometer van de finish. En nu weer even naar onze man op de motor, naar Pieter van Walligen. Pieter, waar bevind jij je op dit moment?
Wij zitten in het spoor van het peloton waar de vrouwen zijn van DSM Firmenich PostNL die de bakens aan het proberen verzetten zijn in de jacht op die achtervolgende groep. En daarachter hangt nog een andere groep met onder meer Cecchini die daarnet dus pech had. Met ook Lebecki die wel echt lijkt helemaal leeg gefietst te zijn. En die hangen op een 15-tal seconden. Die leken daarnet de aansluiting te maken, maar dat gat wordt nu toch terug een beetje groter. En Faulkner, zij stoomde door. Licht verval nu. 2 minuten 13 nog. Hij reed in 2022 een geweldige Giro met twee ritzeges. De openingsrit. Zij passeert ondertussen de finish voor het ingaan van de laatste twee kleinere ronden. 15 kilometer 400. Met in die plaatselijke ronde de Roeselberg. Pietersen die heeft er zin in. Die wil door met dit groepje. Ja, Pieter gaf het mee. DSM Firmenich PostNL aan het rijden vanuit het peloton. Hoewel ze hier Pfeiffer Georgie toch hebben zitten, de Britse kampioenen. Maar goed, de kaart Kool is op dit moment, zeker door die beperkte voorsprong op het peloton van deze groep, nog wel belangrijk. Ja. Charlotte Kool. De snelle Nederlandse, voormalige lead-out van Lorena Wiebes, toen Wiebes nog het mooie weer maakte bij Team DSM. Hier straks de slotkilometer. Dus links opdraaien. We krijgen dus die laatste hectometers. Al is goed te zien. Zij daar dus al gepasseerd, Faulkner. En bezig aan de eerste van twee plaatselijke rondjes. En SD Works heeft weer een vrouw meer in het peloton, want Cecchini heeft de aansluiting kunnen maken, krijgen we door. En op een indrukwekkende manier laat Pieter van Wallig hem ook nog weten. Dus daar gaan ze misschien nog wel wat aan hebben, aan Elena Cecchini. Straks mocht het tot een hergroepering komen. Het jasje gaat uit bij Majerus. Ook een belangrijke pion natuurlijk bij SD Works. En bij de meeste gaat er wat ballast overboord. Ja, klopt. Na de finish volgt ook de zone voor de bevoorrading. Dus daar is het moment om nog alles wat nog te veel hangt of vastzit of aan de kledij om nog overboord te gooien. Dus je ziet één dame beginnen en dan volgen ze vaak dan is er zo van, ah ja, juist, dat komt eraan. Dus we kunnen daar, ja, maar beter, klopt, van profiteren. Ja. Het is nu echt volle finale. De Houwaartse berg laten ze nu links liggen. Dus de laatste baan richting de Houwaartse berg. Maar dan passeren ze die. En dan gaan ze wel vrij snel naar de andere lastige en langere, pak langere beklimming. Minder stijl, maar wel een lange uitloper. Deze Mischa Bredewold die werd Europees kampioen op de Vanberg vorig jaar. En dat was toch met enige verbazing dat die uitval werd opgetekend in de slotfase. Want eigenlijk was dat niet meer de afspraak, maar toch deed Bredewold het. Maar ze won. Ze bracht het tot een goed einde en dan heb je altijd gelijk. Ja, dat klopt, dat klopt. Als je wint, dan is alles altijd goed. De organisatie toch bij DSM Firmenich, zoals Pieter van Wallegem daar straks al meegaf. Zij bepalen nog meer tempo in het peloton. En nog altijd die dikke 2 minuten voorsprong
voor deze Faulkner. Peloton wel wat verachterd ten opzichte van deze groep. Ja, ze blijft de snelheid gewoon goed houden. Geen pieken, ze hoeft niet te versnellen. Ze hoeft niet te demareren tegen zichzelf. Dus ze moet gewoon nogmaals haar gegevens, haar wattage, haar hartslag in de gaten houden. En dan zal ze zelf wel weten hoe ver dat die kan maken. Dat ze de wedstrijd misschien tot een goed einde kan brengen. Maar deze dames zijn zeker niet van plan om haar alleen te laten finishen. Dat is wel duidelijk. Het is op dit moment 1 tegen 8. Met Jackson en Georgie die zich afzijdig houden. Ja, dat zijn er toch wel twee minder die het werk mee opknappen. Maar uiteraard met een goede reden voor. Jackson heeft iemand vooruit. En wat Georgie betreft, daar komen ze achterop. Ja. Met haar ploeg die het peloton ment. Gepatenteerde hardrijdster, dat is de term die zeker opgaat voor deze Kristen Faulkner. Ik haal dat al aan. Twee ritten in de Giro gewonnen in 2022, dat was haar topjaar wel. Met ook een tijdritzege in de Ronde van Zwitserland toen. Dan is het goed zaak om voldoende drank en gelletjes binnen te gooien om het dan zover mogelijk te laten tot stand te houden. Twee voormalige winnaressen van Parijs-Roubaix in deze groep, met ook Lizzie Deignan die de eerste editie voor vrouwen won van de Helle Klassieker. En hier hebben we een Française. Gladys Verhulst. En de Luxemburgse kampioenen, die kennen we onderhand. Maar Gerus, ook van in de cross, hè Ellen? Ja. Altijd een dame geweest om rekening mee te houden. Kwam niet gek veel crossen rijden in de winter, maar was altijd wel op de afspraak. Vaak minder gunstige startposities, omdat ze zo weinig aan de start kwam van crossen, maar ze baanden zich heel snel een weg vooraan en eigenlijk vaak niet altijd direct op het podium of voor winst, maar toch in een hele goede subgroep erachter. Is ook echt wel een teamplayer. Kan echt wel ingezet worden voor op heel veel vlakken. Ik denk dat ze echt een goede ploeggeest heeft. En misschien haar eigen kansen, als er die zouden zijn, misschien zelfs nog sneller opgeeft voor anderen. DSM Firmenich PostNL is samen met Movistar aan het rijden in het peloton. Movistar, dat is voor Emma Norsgaard, zou je denken. Maar die heeft daar straks bij Tineke van der Velde aan de start wel aangegeven dat ze zich niet al te goed voelde. Dan moeten we denken aan Floortje Makkay misschien straks in de volle finale. Dus Movistar en DSM Firmenich die hebben elkaar gevonden. Er zijn er daar een aantal die stoorzender proberen te spelen voor Phoenix de Koninck ook. Maar voorlopig kunnen ze hun achtervolging wel rijden, die van Movistar en DSM Firmenich. En we gaan er ook vanuit dat Wiebes hier ook nog ergens in dat peloton zit. We zien daar ook Backstedt zitten. Ja, achter Backstedt denk ik, dacht ik. Met Balsamo ook daar voor Lidl Trek. In de laatste 30 kilometer intussen met Kristen Faulkner. Heeft
een achtervolging op de Slovaakse kampioenen ingezet. En het was erop en erover. Het was heel snel dat ze die Jankusova achterliet. En Faulkner die ging er alleen vandoor. En die voorsprong die breidde al maar uit. Een geweldige inspanning is het, hoe dan ook, van deze Amerikaanse. Ze heeft daar, zoals gezegd, in het verleden al ervaring mee opgedaan. Kristen Faulkner. Geweldige cadans. En hier wordt er gesproken. Five for Georgie. Die heeft zich laten uitzakken tot aan de volgwagen bij de achtervolgende groep. Wat gaan we doen? Want DSM Firmenich-PostNL is natuurlijk aan het rijden in het peloton. Daarachter. Maar die voorsprong voor die chasing group op het peloton, die was toch al aanzienlijk. Dus gaan ze het geweer van schouder veranderen of gaan ze daarachter blijven rijden bij DSM Firmenich? Welke consignes heeft Pfeiffer Georgie meegekregen? Hou je nog afzijdig of draai toch maar mee? Drinkbus die gaat overboord. Vond het zelf een beetje ruw, de manier waarop ze die weggooiden. Maar het was volledig volgens de regels, want het was richting het publiek. Dan kan het. En Faulkner, zij stond door. Zij is eigenlijk begonnen aan de... Excuseer. Ik heb een hoestje. Zij is ondertussen begonnen aan de beklimming. Het start met een kort nijrig stijlstukje en dan heb je eigenlijk best nog wel een lange uitloper. Die wel... Pijn kan misschien doen. Wel van nog wel voor dat vuurwerk gaat zorgen. De achtervolgende groep met z'n achten. Zij ook in de richting van die beklimming dan. Pieterse die inschuift voor Jackson. Nog altijd dus met z'n zessen het werk aan het doen. Jackson en Georgie houden zich afzijdig. Dit is eigenlijk nog het... Het brede stuk van het parcours, van de kleine plaatselijke ronde. Dus zij gaan ginder een beetje verderop, gaan ze linksaf ook de Roeselberg beginnen te beklimmen. Bovenop die Roeselberg gaat het dan linksaf. Dan gaan we toen het smalle stukje van het smalle gedeelte van het parcours opzoeken. Dat eigenlijk tot bijna aan de finish blijft bestaan. In die achtervolgende groep van acht, dus één vertegenwoordigster van FDG Suez. Dat is Gladys Verhulst-Wild. Zij is een Française en ze gaf ook een interview daar straks aan de start in Aarschot. Gladys Verhulst, avec quel sentiment vous vous trouvez ici au départ? Je suis très excitée, c'est la première classique de la saison. Donc ouais, c'est cool de reprendre ici. Enfin non. Je vais reprendre Australie et UAE, mais c'est des courses différentes, donc c'est cool, je suis excitée et j'ai hâte d'en découdre. Aussi des conditions météorologiques différentes, qu'est-ce que vous attendez de ça? Ouais, c'est clair que là, j'ai vécu que la chaleur, donc là, il fait vraiment plus frais, donc ouais, c'est sûr qu'il faudra s'adapter. Après, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, mais bon, si ça reste comme ça, ce sera cool et on aura de la chance. Le vent va-t-il jouer un rôle aussi? Je pense, parce qu'il il est quand même annoncé assez fort. Et les routes sont assez découvertes et c'est des petites routes donc je pense qu'il y aura une incidence mais tant mieux, au moins la course sera plus belle. C'est toujours très chaotique, hein, les dernières courses de saison? Oui, c'est chaotique, c'est nerveux, c'est les premières, du coup on a vraiment envie de bien faire donc c'est normal qu'il y ait de l'enjeu entre guillemets donc voilà, c'est le risque du métier. Merci beaucoup, bonne course. Merci. Merci. Verhulst, die dus al koerste in Australië in januari en in februari daar ook nog eens de UAE Tour aan toevoegde. Het is haar eerste koers in Europa eigenlijk van dit jaar. En het zijn natuurlijk heel andere omstandigheden voor de Française.
Maar ze is mee in die achtervolgende groep die toch nog altijd op 2.40 van deze Faulkner hangt. Ik geloof in de kansen van de Amerikaanse met nog minder dan 25 kilometer te gaan. Ze houdt het geweldig goed uit. Ja. Zonder een spectaculaire terugval zou het wel eens kunnen lukken, Ellen. Ja, klopt. En ze is nu al zoveel kilometer aan dezelfde snelheid en dezelfde. Je ziet eigenlijk weinig verval aan haar. Dus ik zie er niet in waarom dat ze de laatste 25 kilometer ook niet kan volharden. Zij ondertussen aan de Roeselberg begonnen. Het is een beetje steiler stukken opgevolgd door misschien zelfs een kleine afdaling om dan weer wat uit, met dan best wel een lange uitloper. Ik dacht ook 2,4 kilometer te zien in de totaal. Dus, intussen heeft Pietersen zich laten uitzakken tot bij de volgwagen met Michel Cornelissen achter het stuur in de volgwagen van Phoenix de Koenig. En hier zitten we bij het peloton. Ook op die Roeselberg intussen, op meer dan 3 minuten. En daar hebben ze bij DSM Firmenich de achtervolging gestaakt, lijkt me. Hebben zich laten terugzakken naar de tweede rij in dat peloton. En het feit dat er iemand van Volker Wessels ook is gaan aanvallen, wil zeggen dat de motor misschien wel eens in zit. Dat het van deze vrouwen moet komen, of dat het niet meer zal komen ten opzichte van Kristen Faulkner. Alle volgwagens er ook tussen. Puk Pietersen, die ook zin voor initiatief toont, hè, in die achtervolging. Zij weer op het smalle gedeelte van de kleine ronde. Dat eigenlijk tot bijna de laatste rechte lijn het smal gedeelte blijft. Maar zij, voor haar geen probleem uiteraard. Mooi overzicht hoe dat de banen lopen, waar de natten of de modderplekken zitten. En allemaal mooi overzichtelijk voor haar. Dijknen alleen? Ja, uitloper van de Roeselberg. Blijft een stukje klimmen en ze probeert het op haar eentje. Het is Bertizzolo in de reactie en Dijknen die teken doet van kom. Mee, we draaien rond. Want anders gaan we er niet komen. Zij kent natuurlijk ook de reputatie van Kristen Faulkner. Ja, klopt. Zij weet dat het 11:55 is. Dijknen, zoveel ervaring. Keert ook dit jaar terug na de geboorte van haar zoontje. Dat is zeker bewonderenswaardig. Met zo'n carrière al dan voor het gezinsleven kiezen. Om dan toch nog de terugkeer naar het peloton op dit niveau. Op een goede manier te kunnen aanvangen. Dus dat is, en er dat meteen knap. Staan. Ja. En mee koers maken. En dingen organiseren. En rensters laten volgen. Dat is, dan heb je toch wel afgedwongen in de koers, in de koerswereld. De kansen voor Faulkner stijgen met de kilometer. 2.39. Ze krijgen er niks van af. Zij gaat uiteraard ook zelf meer beginnen geloven in haar kansen. Daarom misschien niet nog sneller gaan rijden, maar toch zeker niet het grote verval gaan te zien zijn bij haar. Autos moeten daar in de kant om te passeren. De jurywagen moet door. Ook zij op 5 kilometer van de finish. Aan het ingaan van de laatste ronde. Kijken wie dat er nog extra jus in de benen heeft. En dat zal nodig zijn. Of gaan ze dan misschien gokken op voor plek 2?
toch weer DSM, Firmenich, PostNL en Movistar in het peloton. Op een kleine halve minuut van die achtervolgende groep. We zijn natuurlijk ook weer nu even demarrage en een snelheid heel hoog om het dan misschien dadelijk ook weer helemaal te laten stilvallen. Om zo eigenlijk nooit aan een goed strak tempo te kunnen blijven rijden. Anderhalve kilometer voorsprong voor deze Amerikaanse. En ze werd geboren in het stadje Homer. En dat ligt in het noorden van de Verenigde Staten, de meest noordelijke staat, Alaska zelfs. Daar is ze geboren. FDG die daar stoorzender aan het spelen is. SD Works met Wiebes. We kijken het van op de tweede rij. Ook Phoenix Keuring op de achtergrond, niet te ver weg. Misschien eventueel tegenaanvallen of te counteren, maar lijkt me toch misschien allemaal een beetje te laat nog. 2:41. Het loopt zelfs nog op het verschil. Het is een geweldige solo van deze Faulkner. Ja, zij dadelijk de laatste kilometer in. Voorlaatste keer langs de finish. Dan misschien wel een solo aan de finish aan te komen. De vorige die zo'n solo voor elkaar kreeg in de omloop van het Hageland was Ellen van Dijk in 2018. Toen nog in dienst van Sunweb. Na 2018 waren het allemaal sprintzeges. Zij het dan wel in beperkte groepen. Bertizzolo, die ook de rest aanmaand om rond te rijden. Maar het feit dat en Deignan en Bertizzolo dat moeten doen, dat moeten aangeven, wil zeggen dat het daar allemaal niet gesmeerd loopt. Hè? Nee. Toch niet gesmeerd genoeg om in eerste instantie al wat af te doen van die 2:40 die deze Faulkner nog altijd heeft. Nee, klopt. Met nog 18 kilometer minder nog tot de streep. Ze oogt ook gewoon nog sterk, weinig mik op haar gezicht. Afzien zal ze wel doen, maar het lijkt me allemaal nog redelijk gesmeerd te lopen. ...2:45 meldt de koersradio, dus dat verschil, dat klopt, dat daar bovenaan staat. In het zicht van de vaste camera. Voor zometeen het ingaan van de slotronde. Voor nog iets meer dan 15 kilometer deze cadans aanhouden. Het ziet er heel goed uit voor de Amerikaanse. En dan lijkt ze misschien wel op weg naar haar eerste overwinning voor de IF-ploeg. Zoals gezegd, ze maakte de overstap van Jayco Alula naar IF het voorbije tussenseizoen. Zij gaan nog met een strakker plan naar voren moeten komen om in eerste instantie de voorsprong of de achterstand te verkleinen. Ja, ze gaan die daar nu te zien krijgen. Hè. Ja. Hopelijk is het een wake-up call.
Ik zeg hopelijk voor deze vrouwen natuurlijk, want we gunnen het Faulkner natuurlijk. Als je ziet wat zij vandaag heeft laten zien. Ja. Misschien was het voor haar ook niet het ideale, of niet het idee waarmee ze is vertrokken richting de koploopster toen op dat moment. Maar ze was er vrij snel van verlost en dan zit je daar en dan kan je eigenlijk geen kant meer uit en dan... Heeft ze vol voor de aanval blijven kiezen. Haar cadans hoog gehouden. Wattage hartslag in de gaten gehouden. En het lijkt haar te lukken dat ze het gaat kunnen trekken tot aan de finish. Getuigt ook wel echt van eigen kennis en een hele krachtige renster. Is ook niet de eerste, de beste. Dus het zou een mooie naam zijn op de lijst. En zeker de manier waarop, vind ik. Ja, absoluut. Reed ook al in de ronde van Valencia dit seizoen. Met één uitschieter. Zesde plaats in de derde rit. Ook op de piste kwam ze al in actie. Maakt deel uit van de achtervolgingsploeg. De achtervolgingsploeg van de Verenigde Staten. Ja, ook op dat vlak belangrijk jaar natuurlijk. Olympische Spelen die eraan komen. En iedereen die ambitie heeft op de piste, die rijdt daarmee rond in het achterhoofd. En hier is het over en uit, want daar komt het peloton aan. Bij het ingaan van de slotronde is de weg nu helemaal vrij voor Kristen Faulkner. Ja, ze zijn eraan voor de moeite. Ze hebben het in ieder geval wel een goede poging gegeven. Niet altijd de beste samenwerking, maar... Nu gegrepen door het peloton. Misschien kansen voor anderen om nog een tegenaanval te zetten. Ja, en nu? Hergroepering achter deze Faulkner. Maar die gaat nog altijd geweldig vooruit. En 13,6 kilometer, nog maar, moeten we zeggen, met haar voorsprong. Komt een iets langere rechte stuk nu voor haar, waar dat ze misschien het peloton heel in de verte, de ploegwagen zal rijden, dat ze misschien nog een mikpunt zou kunnen zijn voor hen, maar ze blijft doordrammen. Makkai nu, of Norsgaard. Nee, het is Makkai. Dat is eigenlijk het gekrulde staartje. Ja, inderdaad. Ja, het is moeilijk. Maar dat is even die impuls en dan weer temporiseren. Ja, klopt. Vaak vraag ik me nog altijd af, je ziet toch best nog wel een groot getal rensters. Dat er toch niet meer zijn die komen steun bieden. Het zal niet mogelijk zijn om misschien nog vooraan te geraken en is volgen misschien al voldoende voor vele rensters. Zij mag de Houwaartse berg rechts laten liggen en gaat dan wel in één ruk door naar de Roeselberg met de lange uitloper. Maar dan kan ze eigenlijk de finish al bijna ruiken. Met bijna meer dan 3 minuten voorsprong. Of bijna 3 minuten voorsprong, zo moet ik dat zeggen. SD Works nu met Majerus en Misha Bredewold. Ook Lidl Trek gegroepeerd daar. Cecchini op komst. Ja, dit is de voorbereiding op de sprint voor de tweede plaats. Ja, je ziet ploegmaats elkaar opzoeken. Het zal zaak zijn om niet te ver meer uit elkaars buurt
te geraken of te rijden, wat je niet altijd zelf in de hand hebt natuurlijk. Die beklimming komt er nog aan, gaan er nog demarages komen. Het bochtenwerk is misschien nu even wat minder van tel, maar groeperen, dat is precies voor iedereen aan de orde. We komen daar ook met Marten Truijen op rechts. Schaft ook mee vooraan. Misschien ook wel een kanshebster. Op een mooie ereplaats. Gezien de valpartij van gisteren is misschien nog een vraag hoe goed zij zich nu nog voelt. Maar ze is best wel snel aan de finish. Schweinberger communiceert. En dit is Marten Truijen vol in beeld. Toch wel wat getekende gezichten. Ja. Natte wegdekken zie je aan de besmeurde helmen en brillen. Zagen we ook vooraf dat er toch wel wat regenzones zijn gepasseerd. Zij bijna aan de laatste 10 kilometer. De laatste 10 kilometer die een triomftocht wordt voor Kristen Faulkner. Rijdt nu bijna Howard Centrum, wat ervoor kan doorgaan in. Groot is het niet, maar als je de Howardse berg weet liggen, dan staat het toch zeker wel op de kaart van het Hageland. Peloton weer breed over de baan. Ik wil dan toch vaak zeggen dat het tempo weer wel iets getemperd is. Vooraan trekken ze wel goed door, maar verder naar achter gaat het dan wel wat breder. Zij aan het voorbereiden voor het eindschot van Charlotte Kool natuurlijk. En Backstedt die teken doet, kom, we draaien nog wat rond. Backstedt als in dienst van Balsamo. Geen idee wie ze nog overtuigd gaan vinden om nog fel mee de hulp aan te bieden. Maar we kunnen het toch maar proberen. Zij gaat hier linksaf. En dan een beetje verder ligt de Roeselberg voor de laatste keer. Typisch een beetje voor de streek hier zijn de betonbaan. Je ziet eigenlijk haar stuur best op en neer wippen. Niet altijd aangenaam om erover te rijden, maar ze lijkt me daar niet te veel van aan te trekken. Zet lijkt me wat zich op te jagen in de andere. Of toch te proberen te communiceren met hen. Daar is Jacquini met Wiebes. En hier is de eenzame leidster. Op weg naar een fantastische eendagzege. Het was een saaie dag voor haar, ja. Op weg naar een eerste klassieke zege, om het zo te noemen. Want haar vorige overwinningen waren telkens in rittenkoersen of op kampioenschappen. Zag je nog net de Roeselberg. Als je dan boven komt, draait ze linksaf en volgt er eigenlijk nog een lange uitloper. De Roeselberg. Ja. Klein verzetje, hoge cadans.
Nog altijd wel een mooie tred, vind ik. Deze Kristen Faulkner die studeerde af aan de Universiteit van Harvard. En dat is een hoog aangeschreven Amerikaanse universiteit. En zij haalde daar een diploma in computer science. En naast de geweldige studenten is ze ook een geweldige hardrijdster. Ja. Je hoort het wel vaker dat, dat studies toch niet te verwaarlozen zijn geweest in de carrières van de rensters. Toch ook niet altijd zo evident om, om mee in het profpeloton vooraan te rijden en er dan een mooie verloning voor te krijgen. Dan hebben ze toch wel vaak een B-plan achter de hand. Ja. Zij, Howard Centrum net uitgereden. Op weg naar de laatste hoogtemeters. De zon leek me wel vandaag mooi van de partij te zijn. En dat denk ik dat het op deze omloop toch wel aangewezen is. Of toch het minst gevaarlijk is. Als je ziet, moest er regen bij te pas komen, dan heb je toch wel andere omstandigheden. Denk me dat vaak dat de wegen gewoon tussen de velden liggen en gewoon overgaan rechtstreeks in de velden. Dus lijkt me dat er modderstromen of regenval van de velden dan wel voor gladde omstandigheden kunnen zorgen. Maar ja, dat was niet aan de orde vandaag. De voormiddag zag het er even anders naar uit. Enkele buien toch te verwerken gekregen, het parcours. Maar ja, gelukkig is het uitgedroogd. En zien we nu deze Kristen Faulkner op een droge betonweg richting Tielt Wingestomen. Richting een overwinning. Zoals ik al zei, ze werd geboren in Alaska, in het hoge noorden van de Verenigde Staten. Maar woont al een hele tijd in San Francisco aan de westkust. Dat is van een wereldstad in het westen van de Verenigde Staten naar een Vlaams-Brabant dorp, Tielt Wingen, om daar een geweldige overwinning te boeken. Zij gaan de laatste keer de korte nergen beklimming op, dus even afwachten of het nu al oorlog gaat zijn of dat het even verderop in de uitloper dat er dan vuurwerk gaat komen, want iets zullen ze toch nog moeten doen, misschien diegenen die willen uiteraard en kunnen. Bredewold links, track rechts met Lizzie Deignan, die overigens nog een tijdje hier vlakbij de finish gewoond heeft. Laat Steven Christiaans van de Gooikse Pijl en van de Grote Prijs Oetingen ons weten. De voormalige wereldkampioene 2:45, dat moet een geweldige geruststelling zijn voor Kristen Faulkner. En zij komt nu ook op het hoogste punt van het parcours. Volgende passages zijn smalle wegen, nog een beetje op- en aflopend. En dan gaat ze de finish voelen dat ze dichterbij komt. Heb ik even bijsturen, kwam even in het gootje terecht, maar maakt dat dan wel vakkundig teniet. Een acrobaat als Puk Pietersen, die wil daar wel weg mee. Ja, klopt. Het is ook niet, niet gezegd dat elke wegrenser misschien wat cross technische dingen moet gaan leren, maar je ziet ook dat het een voordeel heeft als je als crosser op de weg zo'n situatie is. Het hoeft daarom niet altijd iets te gebeuren en ook niet bij de wegrensters, maar crossers maken zich daar dan heel weinig of helemaal niet snel zorgen om.
op zo'n typische Hagelandse weg nu. Kristen Faulkner op 5 kilometer van de streep. Het is bijna binnen. Ze kan aan genieten beginnen denken. Ja. Aan het savoureren van een fraaie zege. Je gaat het tempo toch wel de hoogte in, gezien de bekken die de dames trekken. Maar ze willen uiteraard ook die laatste smalle passage vooraan in het peloton. Die willen ze als vooraan in het peloton nemen natuurlijk. Het draait en keert op en af tot op bijna 1,5 kilometer voor de finish. En zit je dan te ver, dan kan je het helemaal vergeten. Hier nog zo'n moeilijke passage. Afdaling en dan een hele scherpe bocht. En terug ogenblikkelijk recht op de trappers, omdat het terug bergop loopt. Dus lastige stukken. In 2024 kon deze ploeg, EF Education Cannondale, al 3 keer winnen. Zo werd Kim Katso nationaal kampioene in het tijdrijden in Nieuw-Zeeland. Maar ook in de Trofeo Mallorca boekte die ploeg 2 zegens. En dit wordt dus een fraaie 4e overwinning voor die Amerikaanse ploeg. Een beetje chaos geweest in het peloton. De treintjes lijken me een beetje door elkaar geschud. En renners zoeken ploegmaats opnieuw op. Vijf kilometer passage. Een rotvaart naar beneden. Het is onwaarschijnlijk, Ellen, hoe lang zij in die positie kan blijven zitten. Faulkner. Ja, klopt. We hebben haar niet met de handen op het stuur gezien. Nee. Toch best belastend voor alles op den duur. Maar zo in die houding blijven, dat is moeilijk. En zij moet uiteraard niet die versnellingen doen of niet. Dus rechtstaand op de trappers zal zij ook veel minder misschien gedaan hebben. Wat ook niet nodig is. Gewoon een strak tempo houden. En maakt dat ze toch op die manier mooi kan finishen. Ze lijkt nu een klein beetje van haar voorsprong kwijt te spelen. Maar ja, dat is allemaal te ver achter de feiten, vrees ik. Inderdaad, verwaarloosbaar. Het is Norsgaard die nog eens aan de boom gaat schudden. In de absolute slotfase op weg naar een ereplaats. Naar die strijd om de plaatsen van het podium natuurlijk nog. Achter Faulkner. Majerus is mee. Ook iemand van Lidl Trek die de aansluiting heeft gevonden. Het is iemand van UAE die de rest terug lijkt te brengen. Zij duikt nu linksaf. Smalle passage. Links, rechts. En dan zit zij nu ongeveer op dik 2 kilometer van de finish. Dan kan ze al nadenken over haar zegengebaar. Niemand mee op de foto. Het zijn toch de mooiere finishen, lijkt me, als wegrenster. Helemaal aan haarzelf te denken. Niet gedacht dat het misschien zo lang en zo snel zou zijn dat ze alleen zou vallen. Maar ja,
ze maakt het toch waar tot op de streep. Heel knap, heel sterk. Nog een kleine afscheiding met het achtervolgende peloton, de tweede groep. Vorig jaar werd deze Faulkner geschrapt uit de uitslag van de Strade, Ellen, omwille van het gebruik van een glucosemeter, wat niet toegelaten is. Maar zij leidt aan diabetes en wilde op die manier alles goed in de gaten houden, maar het mocht dus niet. Nee, klopt. Ik herinner het me, het verhaal nog. Bewonderenswaardig dat zij op zo'n hoog niveau de sport kan beoefenen. Niet gezegd dat het dan inderdaad met goede data en goede in de gaten houden, dat het dan wel lukt. Maar zo'n dingen, ja. Het is een beetje dubbel natuurlijk. Ja, haar verdediging luidde, die van Faulkner dan, dat die sensor niet aangesloten was op de app en er dus niet live kon gekeken worden naar wat zij op welk moment nodig had. Ja. Maar dat zullen we dus nooit weten waarschijnlijk. In elk geval is binnen bereik van de finish nu, bijna in het zicht van de vaste camera's, Kristen Faulkner. Die disqualificatie uit de Strade Bianche van vorig jaar ligt ver achter ons. Ze mag zich nu vooral richten op een heel knappe eendagszege die zij hier gaat halen in de omloop van het Hageland. Heeft een geweldige solo-inspanning achter de rug. 500 meter nog aan het punt waar de camera's aan de kant moeten en de volgwagens er ook uit moeten. Die langgerekte bocht richting de laatste rechte lijn. En dan ziet ze bijna de finish. Daar is ze. Kristen Faulkner vanuit San Francisco naar Tieltwingen. Ik zag toch een glimlach op haar gezicht. Ze zal het dan toch bijna gaan geloven dat het haar is gelukt. We zagen weinig op haar gezicht te lezen, maar proficiat. Indrukwekkend wat zij hier vandaag heeft laten zien. Deze 31-jarige Amerikaanse mag met recht en reden de armen in de lucht steken op de Rillaarseweg in Tieltwingen. En hier concentreren we ons op de strijd om plaats 2 met een groepje dat zich heeft afgescheiden vanuit het peloton. Norsgaard is daarbij. Puk Pietersen die gaat daar aanzetten. Loretta Hansen is het in de reactie voor Lidl Trek. Ook Majerus erbij met ook Pfeiffer Georgie. Laatste kilometer voor dit groepje dat gaat strijden om de resterende podiumplaatsen. Bredewold, ook vertegenwoordigd, heeft eigenlijk wel een attente koers gereden, Micha Bredewold. Klopt, het is al een goede zaak om hier vooraan te kunnen blijven. Uiteraard spreken we over de betere renners van de ploegen, of van ploegen, of uit het peloton. Maar het is toch mooi om te zien als het dan ook nog lukt. Pietersen, en is dat nu voor Schweinberger, die daar ook klaar zit? Ja. Dat zij het tempo gaat bepalen. Dat zij de sprint gaat inleiden. Pietersen met Hansen in het wiel. Majerus komt erover. Majerus heeft de sprint nu ingezet voor Bredewold. Maar het is, denk ik, Hansen die nog probeert aan te zetten. Nee, Bredewold kan in het wiel van Majerus blijven. En komt dan nu los, Micha Bredewold. Pfeiffer Georgie komt ook nog aandringen. Wordt het Europese kampioen of de Britse kampioen voor plaats 2? Het is nipt, maar het is Bredewold die het haalt voor Pfeiffer Georgie. Dus 1 Kristen Faulkner, 2 Micha Bredewold, 3 Pfeiffer Georgie. En hier is Wiebes met sprekend gemak de pelotonsprint. Ja, interessante koers. Geweldige inspanning van deze Kristen Faulkner. Zijn haar al recup treintje al binnen. Klaarmaken voor het podium. Ja.
nog een groepje dat binnendruppelt. Toch wel veel spreiding uiteindelijk in die slotfase, wat logisch is. Gezien de aard van het parcours, gezien het verloop van deze wedstrijd. Ja. Klopt, zeker op zo'n golvend parcours hoeft het niet altijd snel vooraan te gaan. Maar is het misschien, ja, of door valpartijen of door oponthoud dat je een beetje achteraan komt te zitten. En dan is het altijd moeilijk om terug te blijven terugkeren naar het peloton. En eens is het dan op en dan zijn er een paar... Worden er wat groepjes gevormd en die druppelen dan op deze manier nog wel binnen. De felicitaties van Alison Jackson, de Canadese kampioene, voor haar Noord-Amerikaanse collega, voor Kristen Faulkner. Die ook heel gereserveerd binnenkomt. Ja. Hè? Ook heel gecontroleerd, de armen nog in de lucht, helemaal op het einde. Kristen Faulkner. En een vaststelling... Ellen, het openingsweekend, geen overwinning voor SD Works, geen overwinning voor Lidl Trek. Ja, dat hadden we in de voorbeschouwingen misschien wel helemaal anders ingeschat. Klopt, en de manier waarop is dan misschien aan hen om het achteraf even te bekijken van wat is er misgegaan of waar hebben we te lang gewacht of net niet. Of ja, welke omstandigheden dan ook. Toch eens goed door te spreken en te bekijken en ook dan misschien de volgende keer anders aan te pakken, maar in de koers kunnen vaak nog zoveel andere situaties zich voordoen dat je nog moet gaan schakelen. Dus, maar ja, ik vind het niet verkeerd dat er soms is een, zoals zij nu een mooie poging kan standhouden tot aan de finish. We luisteren naar een eerste interview bij Pieter van Wallig en Puk Pietersen staat bij hem. Ja, klopt. Ik sta naast Puk Pietersen. Puk, gisteren al een goede koers gereden, vandaag weer attent. Hoe heb je het vandaag beleefd? Ik vond het een leuke koers. Het was een beetje spelen steeds. Iedere keer reden er wat weg en bleven er wat werden ze weer teruggehaald. Ik denk al vrij vroeg dat Faulkner een gat kreeg. En daarna met een groep in de achtervolging gegaan. Waar echt wel de samenwerking wel goed was, maar we reden niet hard genoeg door. Dus toen na een half uurtje weer teruggepakt door het peloton. En toen was het met wat ik nog over had finale proberen te rijden. Ik ben tevreden. Ik heb nog een beetje een lead-out kunnen geven. Dus dat was ook goed. Jammer dat we Faulkner niet meer bijhielden. Maar ja, dat is wel een hele goede renner natuurlijk ook. Wanneer beseften jullie het gaat niet meer lukken? We rijden voor plekje 2. Poeh. Nou, als je de laatste ronde ingaat met ik denk 2,5 minuut of zo. Dan weet je dat het lastig gaat worden. Het was je eerste volledige openingsweekend. Hoe heb je dat beleefd? Hoe evalueer je dat nu? Beter dan verwacht eigenlijk. Ik had verwacht dat na gisteren dat het hier wel zwaarder zou zijn, maar ik had eigenlijk nog wel hele goede benen. Wat zegt dat voor jouw toekomst op de weg? Dat weet ik nog niet. Ik vind het mountainbiken ook heel leuk. Daar kan je net wat meer, wat vaker gas geven eigenlijk. Maar op de weg moet je een beetje meer geduld hebben. Ik denk zoals iedereen gisteren en vandaag wel heeft kunnen zien, dat ik dat nog niet heel erg heb. Dankjewel. Proficiat met je openingsweekend. Dankjewel. Inderdaad, hoe dan ook een van de smaakmaaksters van dit openingsweekend. Puk Pietersen met een sterke omloop het Nieuwsblad gisteren. En ook een mooie ereplaats en een mooie koers gereden. Tout court hier in deze omloop van het Hageland. Nog eens de sprint om plaats 2 met Schweinberger rechts. Die dus gelead-out werd door Puk Pietersen. Maar ze moet haar meerdere erkennen in Bredewold links en Pfeiffer Georgie dan aan de rechterkant. En het is de Europese kampioene die het net haalt voor de Britse kampioene in de strijd om plaats 2. Dan voor alle duidelijkheid. Want met grote voorsprong had Kristen Faulkner gewonnen. Dit is de top 10 van deze Kruiwinkelhof omloop van het Hageland 2024. Met naast die top 3 dus Schweinberger op 4. Norsgaard wordt 5e, Iade Wiel wordt 6e, de Française. Dan Boudjak voor UAE op 7. Hansen is de eerste renster van Lidl Trek in de top 10. Majerus en Pietersen die de top 10 sluit. Hebben ze Faulkner onderschat, Ellen? Of was de samenwerking gewoon niet goed genoeg in de achtervolgende groep? Een combinatie van de twee misschien. Ik geloof dat het dat zou zijn, alhoewel dat Pietersen... zelf ook wel aangeeft dat de samenwerking niet altijd bijzonder goed was en dat ze gewoon niet hard genoeg reden. Dus je zag ook
dat er bijna geen seconden afgingen. Het werd altijd om en bij de 2:30 gehouden. Dus het is aan hen om de achtervolging op te zetten. Dus het is jammer genoeg niet gebeurd. DSM Firmenich had hier een van de sprinsters aan de start met Charlotte Kool. En we gaan eens luisteren naar de Nederlandse. Charlotte Kool, jij was misschien wel een van de favorieten voor vandaag. Hoe heb je de koers beleefd? Het was de eerste koers weer terug, dus was wel even wennen. Maar het is altijd gewoon een hele zware wedstrijd. Het is draaien, keren. Het is denk ik vanaf het begin vol gas geweest en het heeft weinig stilgevallen. Dan rijdt er iemand weg en dan zijn wij eigenlijk de enigen die echt verantwoordelijkheid nemen. Ook die groep van voren, zat niet echt... Op die manier gingen we het natuurlijk nooit dichtkrijgen. En toen in de finale gebeurde er iets waardoor ik het wiel verloor van Vijver. Dus dat was een beetje balen omdat we hier wel gewoon voor tweede wouden gaan sprinten. Gelukkig wordt ze zelf derde, dus dat is echt heel goed. Alleen, het is een harde finale. Maar ik ben eigenlijk wel erg tevreden. Ik had goede benen voor de eerste wedstrijd terug. Jammer dat ik nu in deze sprint nog niet echt kon sprinten. Maar ik ben tevreden. En een derde plek voor Pfeiffer is heel mooi. Was er even twijfel toen Pfeiffer mee was in die groep? Wat moesten jullie doen? Moesten jullie mee op kop rijden in het peloton? Moesten jullie toch het vertrouwen hebben in Pfeiffer misschien wel? Nee, we hebben zeker altijd vertrouwen in Pfeiffer gehad. Maar we dachten dat druk van achter altijd het beste zou zijn. Dus zodat ze zouden blijven rijden. En dan hoeft Pfeiffer niks te doen. Dat was zeg maar de enige kans voor Pfeiffer om uit die groep eventueel te kunnen winnen. Maar we zagen al vrij snel dat het gat met de koploper natuurlijk echt heel erg groot was. Dus druk van achter was denk ik altijd belangrijk. Woordje over Faulkner misschien wel. Het is wel straf wat ze doet, hè? Ja, we wisten eigenlijk wel vanaf het begin. Zij is natuurlijk supersterk. Dus die moet je nooit een gat eigenlijk laten rijden. Maar het lijkt wel alsof wij altijd de enige zijn die dat gevaar zien. En dat begint wel een beetje frustrerend te worden. Kan ik begrijpen. Dankjewel voor de reactie. Dankjewel, Charlotte. En dankjewel, Pieter van Wallig. En we prikken meteen door naar een volgende interview. Naar de vrouw die derde geworden is vandaag. Pfeiffer Georgie, de Britse kampioene. Pfeiffer Georgie, congrats on your third place. Was it the max today possible? For sure wasn't the plan. We came in today with full focus on Charlotte, but it was a crazy race with all the climbs and the attack, a lot of attacking. So the plan ended up changing a bit by the end. But you were still there in the chasers group. Why didn't it work out with the chasers? It was difficult because Kristin Faulkner was so strong, so the gap was, it was a difficult position for us because our full focus was Charlotte, but the gap was still so big to the front. So, it was a hard one that we kind of, it ended up coming back together too late for us to be able to close it in time. So, in the end, we were riding for second place. Were you also surprised Kristin Faulkner went that early? No, we know she's strong. So, at the moment we saw her go, that was maybe not the smartest thing to let her go. Usually a solo rider is pretty okay and we can close it as a team. But she was really strong today. At a certain point when you were in the chaser group, Deignan made a movement. She showed us that the comprehension there wasn't that well. Did you experience this as well? Yeah, it's difficult when some riders have their leaders like me behind, and it's kind of gambling a bit that we were going to aim to win the race for Charlotte and that was our best chance. So and we had Alison who was Kristen's teammate, so then the cooperation is not always perfect. Okay, congrats anyway. Thank you. En zo hebben we dat verhaal van die achtervolgende groep toch ook meegekregen. Ellen, nog één ding. Je hoort uit al die stemmen dat het een heel zware koers en een heel zware finale is geweest. Dat maakt eigenlijk die zege van Faulkner nog indrukwekkender. Ja, klopt. En ze komen echt op geen enkele moment komen ze richting die magische minuut. Het is altijd ver boven de 2 minuten. En ik hoor me niet zeggen dat ze niet geprobeerd hebben of dat die ook niet hard rijden. Maar het maakt wel duidelijk hoe sterk Kristin vandaag was en is.
om ja, in haar eentje een zo'n finale te kunnen rijden. Ja, we gaan nog eens kijken naar de hoogtepunten van deze Kraaiwinkelhof omloop van het Hageland 2024. Een wedstrijd die dus van start ging in Aarschot. Deze middag omstreeks 13 uur was dat, met het peloton dat daar vertrok voor net geen 130 kilometer koers. En de eerste aanvalster van de dag, dat was de Slovaakse kampioene. En die nam al snel afscheid van haar metgezel. En dat was Poland, meis Poland, een Nederlandse. En hier krijgen we de versnelling van Kristen Faulkner. Faulkner die vanuit het peloton richting Jankusova rijdt, de Slovaakse kampioen. En eigenlijk erop en erover. Het is vrij snel op de Houwaartse Berg, is het geloof ik, dat zij afscheid neemt van Jankusova. En dan gaat ze er alleen vandoor. Een valpartij of drie hebben we toch ook opgetekend, helaas. In deze wedstrijd Mirre Knave, die lijkt het grootste slachtoffer van die laatste valpartij geweest te zijn. Dan een achtervolgende groep met Lizzie Deignan, die teken doet van kom, we moeten wel samenwerken, want deze Kristen Faulkner is geweldig sterk. De Amerikaanse gaat met een significante voorsprong, meer dan 2 minuten die laatste ronde in. Dan kregen we nog een reactie van Floortje Mackay. Maar dan wisten we ook al dat het te doen was om de tweede plaats vanuit het peloton. Organisatie nog wel bij team DSM Firmenich PostNL om die sprint tot een goed einde te brengen met Charlotte Kool. Ook dat zou verkeerd uitdraaien. Maar deze vrouw, zij stoomde gewoon door Emma Norsgaard in de absolute slotkilometers met Maje Rus ook. En Loretta Hansen was het voor Little Track. Nog afscheiding van een groepje dat zou gaan strijden voor de resterende podiumplaatsen. Maar deze winnares was intussen al in het zicht van de meet. Kristen Faulkner pakt haar mooiste eendagszege van haar carrière. Nadat ze eerder ook al ritten won in de ronde van Italië en in de ronde van Zwitserland, is zij veruit de beste in deze editie van de omloop van het Hageland. Het is de eerste renster sinds Ellen van Dijk in 2018 die solo aankomt hier in Tieltwingen. En dan gaan we nog naar de sprint om plaats 2. En links is het Misha Bredewold, de Europese kampioene voor SD Works, die sprint gaat winnen. Zij klopt nipt Pfeiffer Georgie, de Britse kampioene. En dit is de dolgelukkige Kristen Faulkner, die de felicitaties krijgt van haar ploeggenote Letizia Borghesi. En het is een geweldig nummer dat zij heeft opgevoerd vandaag tussen Aarschot en Tieltwingen. We gaan nog eens naar een interview, en niet van de minste, naar de winnares, naar Kristen Faulkner. Kristen Faulkner, congratulations on your win. What an impressive attack. Thank you so much. Yeah, I actually didn't plan to go out solo. I wanted to bring a group with me, but so it happens. You went almost unnoticed. Nobody followed. Yeah, well, it was a really hard place to chase because it was a pretty single file climb. So the peloton was really strong out, and there had been a few attacks right before me, and people had brought it back. So I think the people around me were really gassed, and the people behind me couldn't really follow. So it was a really good point to go. And once I got a gap, I just put my head down and kept going. 50 kilometers in the breakaway solo. It reminded me of Strade Bianche last year. Yeah, it was about this time, so it must be the time of year for me to have a solo break. Your team also put in a lot of effort. We saw Lebecki, we saw Alison Jackson. Was it a controlled plan? No, actually, well, kind of. We had a plan for me to attack at some point during the race, and I didn't expect it to be that early, but I just, it felt like I was in the right spot, and yeah, like I said, I was hoping to get away with a group and then maybe attack the group later, but yeah, once I was away solo, I was like, well, I gotta work with it, so I just kept going. When did you believe you could pull it off? About 6K to the line. Congrats, thank you, enjoy. Thank you very much. Op 6 kilometer durfde ze eigenlijk pas beseffen dat het voor haar was, Kristen Faulkner, na een solo van, ja, wat is het, meer dan 50 kilometer, ja. Hè, zoals Tineke aangaf.
Ook iets wat ze had laten zien in de Strade Bianche vorig jaar, maar toen niet tot een goed einde had kunnen brengen. Deze keer wel. Nog eens die geweldige top 10 van deze omloop van het Hageland met Faulkner en Bredewold en Georgie op het podium. Ja, en we luisteren nog eens naar een interview zometeen. De tweede van de race die heeft ook bij Tineke van de Velde een interview gegeven. Misha Bredewold. Misha Bredewold, jouw eerste race in de EK-trui en meteen op het podium, hè? Ja, nou, ik heb in Valencia ook al gereden, maar nu is het echt een seizoen begonnen. En, het is een dubbel gevoel. Tweede plek is natuurlijk altijd een beetje dubbel. Ik ben blij dat ik op het podium sta en de ploeg heeft supergoed gereden. En Christine deed echt een fantastische lead-out toen we het groepje erin zaten. Maar ja, je komt om te winnen, zeker als team. En ja, we hebben ons echt verkeken, denk ik, op de voorsprong van Faulkner. En ze heeft supersterk gereden. Dus ik ben blij, maar het blijft altijd een beetje dubbel. Waarom stuurden jullie niemand mee toen zij ging? Dat is een goede vraag. Daar moeten we het even over hebben, denk ik. Ik heb zelf niet precies gezien wat er gebeurde. Ik zat te ver van achter, dus ook stom. En misschien een andere meiden ook. Maar daar heb ik nog niet over gehad wat daar precies gebeurd is. Maar ja, ze heeft denk ik van, ook van andere teams en van onszelf, ze heeft te veel ruimte gekregen. En we hadden wel eerder wat moeten organiseren met andere teams. Ja, ze ging er eigenlijk op kouste voeten vandoor. Terwijl we jullie eigenlijk de hele dag heel attent voorin hebben gezien. Heel alert. Ja, weet je, het is dus lastig als andere teams ook niet willen rijden. En je moet samen wat organiseren. En zeker met Balsamo en Cole die er vandaag aan de start stonden. Denk ik dat je met die ploegen wat moet organiseren. Maar als zij dat ook niet doen, dan ja, is het lastig. Wie gaat het voortouw nemen? En ja, ik denk juist omdat er heel veel aangevallen wordt, wat het wel een leuk koers maakt. Maar daardoor komt er ook geen echte organisatie op gang. Nog een laatste vraag. Wat liep er mis in die achtervolging? Met dat groepje? Ja, er werd gewoon niet hard genoeg gereden. Dus als je Kirsten Faulkner terug wil pakken met 3 minuten voorsprong, dan moet je volle bak rijden allemaal. En als dat niet gebeurt, dan pak je dat ook niet terug. Oké, okay, toch proficiat met jouw tweede plaats. Dankjewel. Een heerlijk eerlijke reactie, Ellen, ja. Van Misha Bredewold. Ja, klopt. Zoals ik daar net ook al zei, misschien dat de ploegen toch wel eens moeten bekijken waar het misging. En ja, een beetje te ver naar achter, waar dat ook iedereen zomaar kan overkomen. Alhoewel, de Houwaartse Berg was toen toch wel een kritiekpunt waar misschien toch wel afscheiding zou kunnen gebeuren, wat dat ook gebleken is. Oké, okay. We gaan afsluiten. Het verhaal van deze omloop van het Hageland hebben we helemaal gehad. We hebben de hoofdrolspeelsters gehoord. We hebben een geweldige overwinning gezien van Kristen Faulkner. Ik ga Ellen van Looy bedanken voor het deskundig co-commentaar de hele dag hier in het Hageland. En u bedanken voor het kijken en graag tot een volgende keer. Faulkner. What a fantastic race from Kristin Faulkner for EF Education. De bloemen worden gegeven door Proximus Jago Goedevroy. De Hagelandse geschenkenmand wordt gegeven door de gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, Hans Schevenels. En ook weer applaus, dames en heren, voor degene die de start in Aarschot zo mooi allemaal voor elkaar heeft gezet. Tesse van de Knoet, die geeft hier de trofee. Ja. Ja, Tesse, geef ze maar op. Aan de eerste. Ja, ja, ja. Fantastisch podium op 3 Georgie Pfeiffer, op 2 Misha Bredewold en een fantastische winnares Kristin Faulkner. Dan gaan we nog aankomen met de Krijkers. This is the real final, ladies. Als ik het mij goed herinner, vorig jaar Cordon Rago, dat was in één keer, in één tuk. Ad fundum. Iedereen opzij voor de foto, iedereen opzij voor de foto, Louis. Louis,
Louis, Louis uit Belg. Je stond in Belg. Proost, everybody. No worries, ladies, no worries. This is your moment. Cheers, Kristin. Cheers. De groepsfoto met het podium 1, 2 en 3 en de prominente, de burgemeester van Tieltwinge, Schepen van Sport en het Kruiwinkelhof en Hans Grevenels, de gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. And it's gonna be all right.